Hoi mensen, vandaag ga ik een moppenvideo maken. Dat is natuurlijk echt super leuk, want ja, moppen dat zijn dingen, verhaaltjes waar je moet van moet lachen. Dus dan doen we dat maar gewoon. Dus ik ga nu 20 moppen vertellen. Het toppunt van onaardigheid. Door iemand op straat met een bril op heel veel sterkte te wensen. Met een egel bij de kapper en dan zegt de kapper tegen de egel: hoe wil je het eindresultaat hebben? En dan zegt de egel: ja, doe mij maar stekels. Een mier en een duizendpoot die hebben afgesproken in een restaurant om 6 uur in de avond. En de mier die komt precies op de afgesproken tijd in het restaurant aan en kan aan tafel gaan zitten. En een anderhalf uur later, om 7:30, komt de duizendpoot binnen en komt aan tafel zitten. En dan zegt de mier tegen de duizendpoot: ja, hoe kom je nou zo laat binnen? Dat kan toch echt niet? Je bent een anderhalf uur te laat. En dan zegt de duizendpoot: ja, bij de ingang stond dat je je voeten moest vegen. Twee apen in een verblijf in de dierentuin. En dan zegt de ene aap tegen de ander: toch wel zielig voor al die mensen in achter de tralies. Waarom stinkt een scheet? Ja, dan hebben de dove mensen er ook nog wat aan, hè? Kindje en zijn moeder die lopen over straat. En dan Jantje zit de hele tijd te fluiten. En dan zegt de moeder van Jantje: ja, wil je er alsjeblieft mee stoppen? Want ik weet niet wat de reden hierachter is. En dan zegt Jantje: ja, ik fluit omdat ik de leeuwen weg wil jagen. En dan zegt de moeder van Jantje: maar er zijn toch helemaal geen leeuwen? En dan zegt Jantje: nou, zie je nou dat het werkt? Ze zijn allemaal weg. Peter die vraagt aan Jan: hoe gaat het op het werk eigenlijk? En dan zegt Jan: ja, gaat wel best wel goed eigenlijk, want er werken al 300 man onder me. En dan zegt Peter: zo snel en zoveel al? En dan zegt Jan: ja, want ik werk op de derde verdieping. Hoe heet de vrouw van Messi? Forky. Jan vraagt een Kees: weet jij het verschil tussen een koe en een brievenbus? En dan zegt Kees: ja, ik heb geen idee. En dan zegt Jantje: ja, dan kan je beter geen postbode worden. Het is groen en het zit op een hek. Ja, groene verf. Op twee oenen door een woestijn. En dan zegt de een oen tegen de ander: het zal hier vroeger wel heel erg glad zijn geweest. En dan zegt de ander oen: ja, hoezo kan dat dan? En dan zegt de ander oen: ja, ze hebben hier vast heel erg veel gestrooid. Noem je een vlieg zonder vleugels? Een loop. Noem je een hond zonder poten? Ja, maakt niet uit hoe je hem noemt, want als je hem roept, komt hij toch niet. Een docent die vraagt aan de schooldirecteur: waarom heeft u mij ontslagen? Ik heb toch niks gedaan? En dan zegt de schooldirecteur: nou ja, daarom. De van Jantje vraagt aan Jantje: noem 5 dieren die in Afrika leven. En dan zegt Jantje: ja, 3 leeuwen en 2 olifanten. Een papegaai, een luiaard en een aap zitten onder een palmboom. En dan, wie heeft er dan als eerste een tros bananen te pakken? Ja, helemaal niemand natuurlijk, want aan een palmboom groeien gewoon geen bananen. Loopt iemand voorop en één iemand loopt achterop. Wie loopt er in het midden? Ja, Rob natuurlijk. Een oen heeft een feestje georganiseerd en zet lege flessen in de koelkast. En dan vragen een paar gasten: waarom doe je lege flessen in de koelkast? En dan zegt de oen: ja, dat is voor de gasten die geen drinken hoeven. Een man moet geopereerd worden en dan ziet hij allemaal dokters met mondkapjes op. En dan zegt de man tegen de dokters: ja, doe die mondkapjes maar af, want ik heb jullie al lang herkend. Deze video nou superleuk? Doe er even een duimpje omhoog, want ik heb gewoon echt deze video heb gewoon letterlijk 2 uur werk aan besteed, hè? En dat is best wel veel voor een beginnende YouTuber die gewoon in principe gewoon een kwartier met YouTube met video's doet. Dus ik heb er echt enorm mijn best om gedaan. En abonneer op mijn kanaal, want mijn kwaliteit wordt ook steeds beter. Tenminste, dat gevoel heb ik. Dus abonneer gewoon even. En hoe meer abonnees ik heb, hoe blijer ik word. Ik zit op dit moment op 69 abonnees. En ik zou zo snel mogelijk die 70 aan willen tikken. En uiteindelijk die 100 abonnees. Want dat zou me super tof lijken. En ik zou zeggen: doei. Ik ga lekker weg. Dus doei. Oh, ik ben weg hoor.